Ik ben vandaag te gast bij cosmetisch arts Frode Gaijmans in Amsterdam. En we gaan het over lippen hebben. Frode, de oorzaak van een smalle lip. We denken vaak, we hebben gewoon smalle lippen. Ja. Maar daar kan nog een heel scala aan factoren achter zitten vanuit de anatomie. Waarom dat zo is, hè? Ja, dus een lip is eigenlijk een samenspel van hoe je tanden zijn. Dus hoe ver je lip eigenlijk naar voren wordt geduwd. Hoe je spieren aanspannen. En hoeveel vet of volume er in je lippen zit. Ja. En door die drie in balans te krijgen, krijg je de mooiste lippen. Dus als je hele kleine lip hebt, komt het heel vaak doordat de tanden eigenlijk gewoon veel te klein zijn. Te ver naar achter staan. Waarmee ze dus niet de mogelijkheid hebben om die lippen naar voren te duwen. Om ze naar buiten te klappen, zodat ze groter worden. En daar zit ook een belangrijk onderdeel van de behandeling. Dus ervoor zorgen dat als die tanden te ver naar achter liggen en daardoor lippen scheef zijn of te klein zijn, dat je eerst adviseert om naar de orthodontist te gaan, om die tanden goed te krijgen. Als dat binnen de mogelijkheden ligt, dan ligt het niet binnen de mogelijkheden. Dan ga je het volume zo herstellen dat er dus iets meer projectie komt en de knijpbeweging wat minder wordt. En die knijpbeweging minder maken, dus die ronde mondspier die aanspant, dat doe je dus door de kin te behandelen en de lip en het topje van de neuslippenplooi. En als geheel wordt de knijpbeweging dan minder strak en wordt de lip wat groter. Okay. Dus en als laatste kijk je wat mij betreft naar de stijfheid van de lip. Dus wat je kan doen is de vermilion border, dus de overgang van het lippenrood naar het witte gedeelte. Yeah. Kan je wat stijver maken. Dan krijg je een typisch liprandje en dan wordt de lip ook wat groter.